Het hebben van ambulances is een luxe die sommige landen zich kunnen veroorloven, maar waar het gebruik ervan niet altijd goed tot zijn recht komt. In deze video kijken we naar de eerste hulpverleners die moeten worstelen met het verkeer alvorens ze de zieke mens te hulp kunnen schieten. Kijk met ons mee naar de positieve en minder positieve reacties van weggebruikers ten opzichte van een ambulance die dringend langs moet rijden. De video laat enkele voorbeelden zien. Heb je een idee welke landen in de video voorkomen van vandaag? Laat het ons weten voordat de video begint. De Verenigde Staten. Je vraagt je af hoe een land met zoveel moderne technologie en mogelijkheden het toch moeilijk voor elkaar krijgt om een ambulance goed door te laten op de weg. In 2014 waren er maar liefst 747 auto's per 1000 mensen. Met zo'n gegeven wil je bijna denken dat een land als de Verenigde Staten van Amerika een luxeprobleem heeft. Met zoveel auto's in de grotere steden wil dat zeggen dat het verkeer drukker is. En dit resulteert dan ook weer in kilometers aan files. Dit beeld van ambulances die gewoon muurvast komen te zitten in het verkeer is een frequent voorkomend fenomeen op de verschillende snelwegen in de Verenigde Staten en in de binnenstad van grote steden als New York. Ondanks de loeiende sirene houden de andere autobestuurders de weg gewoon bezet. Je kan zien dat er voldoende plek is om aan de kant te gaan, maar dat doen ze helaas niet. Dat is erg jammer. 10. Japan. Japanners staan alom bekend om hun buitengewone beleefdheidsnormen. Zo leert hun traditie dat je een buiging maakt wanneer je iemand ontmoet. Door de hele Japanse cultuur zal je merken dat de Japanners een dienstbare houding hebben naar de medemens. Dit vertaalt zich zeker ook in hun gedrag in het verkeer. In dit gedeelte doen de weggebruikers hun best om helemaal aan het uiterste van de kant te gaan staan, zodat de zieke wagen voorbij kan. Je kan zien dat de weg smal is, maar de autobestuurders doen toch wat moeite om de weg vrij te maken. De ambulances in Japan rijden ook met een luidspreker. De stem die wordt gehoord over de luidspreker sommeert de weggebruikers om aan de kant te gaan. 9. India. Er zijn eigenlijk niet genoeg woorden om te beschrijven hoe chaotisch het verkeer eruit ziet in de grote steden van India. De beelden spreken voor zich. Ten eerste moet je stalen zenuwen hebben om deel te nemen aan dit zeer drukke verkeer. En ten tweede moet je extra goed uit je doppen kijken dat je niemand aanrijdt of zelf aangereden wordt. Je moet bijna ook niet durven om een ambulance te bellen, want je weet gewoon niet of die ooit aankomt. Het duurt zeker uren voordat de ambulance uit deze verkeerssituatie komt. Kijk maar zelf. In andere landen kan je een boete krijgen voor het niet vrijmaken van de weg voor een ambulance of de politie. We weten niet of deze maatregel uitvoerbaar zou zijn in dit geval. Want wie beboet je dan? Iedereen? 8. Frankrijk. In Frankrijk gaat het ook niet altijd vlot in het verkeer. Doordat er ook nog oude, smalle wegen zijn in dat land, dan is het soms moeilijk voor de ambulance om de verkeersmassa te doorbreken. Hier zie je dat de ambulance niet vrij door kan rijden, omdat de weg gewoon te smal is. Op een bredere weg zal het zeker beter lukken. En als de ambulance ook nog een escort krijgt van de motorpolitie, dan gaat iedereen meteen netjes opzij. Of dit elke keer zo gebeurt, wanneer de ambulance uitrukt, weten we niet. Het is wel leuk om te zien hoe gehoorzaam de mensen reageren op het gezag van de motorpolitie. 7. Polen. Lastige verkeerssituaties komen echt overal voor. Ook in Polen hebben ambulances het moeilijk om zo snel mogelijk te komen bij de hulpbehoevende patiënten. Overige weggebruikers doen over het algemeen hun best om de ambulance snel door te laten, maar het lukt niet altijd. Vooral als de ambulance zich een weg moet banen tussen auto's en een tram, die je helemaal niet even links of rechts opzij kan parkeren, tja, dan wordt het inderdaad een stuk ingewikkelder. Kijk maar hier hoe de ambulance nog net kan doorrijden. Hopelijk kwam deze ambulance toch op tijd aan. 6. Rusland. Als je aan Rusland denkt, wat komt als eerste in je op? Sommige mensen denken in eerste instantie aan de kou, wapens en maffia. De kou is een van de dingen die je zeker tegenkomt in Rusland. En misschien ook nepambulances.
In 2013 deden verhalen de ronde dat je een nepambulance kon huren voor $200 per uur om gemakkelijker door het verkeer heen te komen. De ziekenwagen zou van buiten precies hetzelfde lijken als een echte ambulance en van binnen had het een hele luxe interieur. Of het een echte of nepambulance is die door deze automobilisten van Sint-Petersburg wordt doorgelaten, weten we niet zeker. De autobestuurders doen wel erg hun best. Je kan zien dat het niet altijd even gemakkelijk gaat, maar het is in tegenstelling tot andere landen vele stukken beter. Behalve als je deze taxichauffeur voor je hebt rijden. Dat is nou echt jammer. 5. China. China is ook zo'n land met miljoenen inwoners. En bijna iedereen rijdt een fiets, een bromfiets of een auto. Kan je het voorstellen, al die miljoenen mensen in het verkeer. In dit voorbeeld van China stoppen de mensen ook niet graag voor de ambulance. Ondanks dat de weg behoorlijk breed is en er genoeg ruimte is om even uit te wijken, staan deze autobestuurders de ambulance gewoon in de weg. Het lijkt alsof ze het niet kunnen of ze willen het niet doen. De loeiende sirene maakt helaas niets uit, want niemand verroert een vin of een auto in dit geval. Dat is wel erg jammer, want iemands leven kan in gevaar zijn. Elke seconde telt. Gelukkig zijn er andere gevallen, zoals deze, waar het wel lukt om snel door de file te komen. 4. Canada. Over het algemeen heeft Canada bredere wegen. In de buitenwijken zijn er zelfs extra stukken weg langs de eigenlijke weg. En dit hebben ze niet zomaar op deze manier gebouwd. Want deze extra ruimte op de weg zorgt ervoor dat ambulances zonder moeite door het drukke verkeer heen kunnen. Zo kunnen de automobilisten hun auto met gemak naar de kant rijden en ontstaat er in de tweebaansweg een derde baan waarop de ambulance zonder te stoppen door kan rijden. Dit is wel slim bedacht door de Canadezen. 3. Australië. In Australië gaat het niet altijd zo lekker in het verkeer. Kijk in dit voorbeeld hoe niet één of twee, maar drie auto's voor de ambulance rijden en de weg blokkeren. De ambulance verliest hierdoor kostbare seconden die ze anders konden gebruiken voor het redden van iemands leven. Misschien is dit niet het algemeen beeld, maar slechts één geval. We hopen dat de ambulance wel op tijd aankwam. In andere gevallen gaat het wel beter en sneller. In dit gedeelte kan de ambulance veel sneller door het verkeer rijden om bij de patiënten te komen. Gelukkig maar. 2. Verenigde Emiraten van Arabië. De Verenigde Emiraten van Arabië is een moderne maatschappij en een trekpleister voor veel toeristen uit de gehele wereld. Toch is het drukke verkeer een nijpend vraagstuk waarop er niet zo eenvoudig een oplossing voor te vinden is. Op sommige wegen waar de weg gewoon te smal is, kan de ambulance echt niet door. Andere autobestuurders doen toch hun uiterste best om zoveel mogelijk aan de kant te gaan, zodat de ambulance zijn weg kan vervolgen. Het lukt helaas niet altijd en de ambulance moet gewoon de file volgen. Op bredere wegen zie je dat de mensen wel degelijk rekening houden met de urgentie en laten de ambulance zonder te aarzelen snel door. 1. Duitsland. Mocht je een ongeluk hebben gehad en je belt de ambulance in Duitsland, dan mag je gerust aannemen dat je niet tot morgen hoeft te wachten. De overige verkeersdeelnemers hebben een geweldige reactie op het horen van de loeiende sirene van een ambulance. Het is helemaal normaal en vanzelfsprekend dat de weg vrij wordt gemaakt. Kijk maar hier hoe iedereen netjes aan de kant gaat staan om de ambulance door te laten. De hulpverleners kunnen zonder enige moeite snel doorrijden om de zieken in nood bij te staan. In Duitsland komt het doel van de ambulance dus helemaal tot zijn recht. Dat is fantastisch. Maar misschien komt dit doordat de autobestuurders bang zijn voor een boete. Wie de weg niet vrijmaakt voor de ambulance, loopt het risico om een boete te krijgen van €200. Zo zie je dan dat er in elk land een andere cultuur heerst voor het wel of niet doorlaten van de ambulance. In principe moet je altijd de weg vrijmaken voor de ziekenwagen. Een persoon, zijn leven kan op deze manier mogelijkerwijs gered worden. Echter, sommige verkeerssituaties zijn echt zo vreselijk chaotisch dat deze verwachting bijna een droom lijkt.
We hopen dat je de video leuk vond. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en te klikken op het belletje om als eerste een notificatie te krijgen wanneer wij weer een nieuwe video hebben geüpload op het kanaal De 10 Leukste.